NDP-parlementariër Amzat Abdul heeft gisteren tijdens de eerste ronde van de algemene politieke beschouwingen de regering aangemoedigd door te gaan met, naar zijn zeggen, effectief financieel beleid. DNA-lid is enorm onder de indruk over met name de volgens hem afnemende inflatie en de stabiele wisselkoers. Hij constateerde economische groei van 0,5% dit jaar is naar zeggen van Abdul ook een teken dat de regering een strak economisch beleid voert. Hij kijkt vooral uit naar de aangekondigde belastings- en monetaire maatregelen die nog niet zijn geïmplementeerd. Door tering naar de nering te zetten en een aangepaste beleid te voeren, is het de regering gelukt om een ommekeer te brengen in de situatie. Langzaam, maar zeker dienen de tekenen zich aan waarbij er nu gesproken kan worden van een stabiele wisselkoers, stijgende internationale reserves, een afnemende inflatie en het weer op gang komen van de economie. Voor dit jaar is een economische groei geconstateerd van 0,5%. Wij moedigen bij deze de regering aan om door effectieve planning en efficiëntie haar beleid verder uit te stippelen, zodat er sprake kan zijn van duurzame maatschappelijke stabiliteit en economische groei. Bij deze vraag ik dan wederom aan de regering om zeker ook te kijken naar de belasting, niet-belasting en monetaire maatregelen die eerder waren aangekondigd, maar nog niet zijn geïmplementeerd. Abdul stelt verder dat de fonds van meer goud en aardolie manifest zullen zijn voor de economie. Hoewel hij zeer optimistisch is over deze ontwikkelingen, wijst het assembleelid erop dat deze voordelen niet zullen leiden tot duurzame welvaart en welzijn dat gewenst is voor het volk. Slechts van tijdelijke aard, mits hiermee goede investeringen worden gepleegd. President Boutersen gaf eerder in dit kader aan, mevrouw de voorzitter, dat de grote, en ik herhaal zijn woorden mevrouw de voorzitter, de grote afhankelijkheid van de mijnbouw heeft ons al circa 100 jaar gebracht in een eenzijdige en onmachtige afhankelijkheid van voornamelijk multinationals. Het is slechts schijn om als land ontwikkeld te zijn zolang cruciale beslissingen van voor ons wel en wee op de internationale markt buiten ons invloed en beheersmacht om in het buitenland vallen. Dat waren zijn woorden, mevrouw de voorzitter. De lessons learned zijn duidelijk. NDP-assembleelid Amzat Abdul, gisteren tijdens de eerste ronde van de algemene politieke beschouwingen voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. Hij riep de regering op door te gaan met haar effectieve economisch beleid.